Mijn naam is Zoe van Stichting Stad. Vandaag gaan wij een zegje doen in het winkelcentrum van Schalkwijk. We gaan mensen vragen wat hun moment is waar ze naar uitkijken in het nieuwe jaar 2012. Waar kijk jij naar uit? Waar ik naar uitkijk is eigenlijk wel een slagersverhogingje. Dat zou wel mooi zijn in 2012, ja. Dus een beetje de financiële crisis een beetje oppeppen. Lekker wat salaris erbij. Zoiets, ja, inderdaad. Waar kijk jij naar uit in 2012? Nou, dat ik weer een nieuw buitenlandse stage kan doen aan het eind van het jaar. Oké, en weet je al waar je buitenlandse stage gaat lopen? Terug gaat Gran Canaria. Daar ben ik 4 maanden geweest en ik wil volgend jaar wel weer ergens naartoe. Het was een hele leuke ervaring. Dat is echt super. Nou, heel veel plezier met je stage. Veel geld op de bank en ook veel geld in mijn hand. En wat ga je dan doen met dat geld als je veel geld op de bank hebt? Sparen. Iets leuks ervan kopen, denk ik. Waar kijk jij naar uit in het jaar 2012? Ik wil het project B-Fashion zou slagen. En kun je kort vertellen wat het project B-Fashion inhoudt? Het is een project voor jongeren uit Schalkwijk dat betrekking heeft op onder andere mode, visagie, media, filmen, foto's maken. En uiteindelijk gaan ze samen een modeshow zetten. Het lijkt een hartstikke leuk project. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Waar kijk jij naar uit in 2012? Nou, ik ga dit jaar mijn middelbare school afronden en ik ga mijn rijbewijs halen. Dus dat zijn jouw doelen. En wat voor niveau doe je op de middelbare school? VWO. Zo, dat is een pittig toets. En ga je een beetje goed je examen in, denk je? Ja, het gaat wel lukken hoor. Ik heb goede cijfers dus. Heel veel succes en een mooi jaar 2012. Na de verjaardag van mijn nichtje, dan mag ik daar slapen. En hoe oud wordt je nichtje? 14. En wanneer is ze jarig? Dat weet ik niet. Ongeveer. Nou ja, van harte gefeliciteerd namens ons en heel fijn 2012. Zoals je hebt gehoord zijn er genoeg dingen in 2012 waar mensen naar uitkijken. Slagen voor diploma's, rijbewijzen halen en allerlei leuke dingen. 2012 wordt ongetwijfeld een topjaar waarin ik zelf ook hoop te slagen.